De Wetenschapsdag voor Zorgprofessionals is speciaal voor verpleegkundigen en andere paramedici. Een middag waarop zij hun onderzoek kunnen presenteren. Dit kunnen ze presenteren door middel van pitches, maar ook door middel van posterpresentaties. En op deze middag zijn er een heleboel studenten en verpleegkundigen die vertellen over hun onderzoek. Van harte welkom bij de Wetenschapsdag voor Zorgprofessionals. Het wetenschappelijk onderzoek door zorgprofessionals is vaak gericht op vermeerdering van kennis over zorgprocessen. Ik ben Maaike van der Wel en ik ben coördinator zorgonderzoek bij het wetenschapsbureau van het Franciscus. Ik doe onderzoek naar kwetsbare ouderen in het ziekenhuis, omdat het belangrijk is dat verpleegkundigen goed voor deze patiënten kunnen zorgen. Ik ben Sabine, ik ben werkzaam op de interne geneeskunde van het Franciscus Friedland. Ik heb onderzoek gedaan naar de dwalende patiënt op de verpleegafdeling. Hierbij heb ik onderzoek gedaan in de literatuur en interviews gehouden op de afdeling onder de verpleegkundigen. Vanuit deze literatuuronderzoek en interviews zijn interventies naar voren gekomen die ingezet kunnen worden bij de dwalende patiënt om het dwalen te beperken of te voorkomen. Ik heb voor de Wetenschapsdag mijn praktijkonderzoek mogen presenteren middels een pitch. Nadien werd de poster die ik daarvoor ook opgesteld heb gepresenteerd. Daarbij heb ik uitleg kunnen geven. Het was een hele leuke ervaring. Het is voor heel veel collega's in het ziekenhuis. En je krijgt van ons de Jannie Salomé-prijs. Heel veel dank aan je collega's die jou hebben voorgedragen. Ik vond het een heel inspirerende middag. Ik heb veel geleerd over het met name verpleegkundig onderzoek wat wordt uitgevoerd in ons ziekenhuis op beide locaties. En heb gezien dat verpleegkundigen ontzettend actief zijn in het zorgonderzoek en met name toegepast onderzoek wat van belang is voor de zorg voor patiënten.